Was nou strijders van de Alliance, ik ben Rieke, welkom bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed 2. De vorige aflevering hebben we best op een backgetimmerd Leonardo da Vinci ontmoet, je kent het wel, de doorsnee dingen. En ondertussen ben ik een beetje weer zoeken hoe kan ik deze of dit gebouw nou scalen, zodat ik de sync point kan krijgen. En ik heb een weg naar boven gevonden, zoals jullie zien. Ik moet alleen even zoeken naar een plekje waar ik die naar boven kan klimmen, want dat kan ik op deze positie niet. Nogmaals, zoals ik al eerder heb gezegd bij deze game, was het vroeger zo dat je daadwerkelijk moeite moest doen om een gebouw op te klimmen. Tegenwoordig is het misschien iets minder het geval. Oké, daar hebben we hetgeen waar we moeten zijn. Want niet alles was beschikbaar. Je moest daadwerkelijk een pad naar boven zien te vinden. En het was niet zo dat je rechtsklik ingedrukt houdt en je klimt zo 1, 2, huppakee naar boven. Ik denk dat je naar binnen moet. Kijk eens, kistje. Die nemen we mee, want ik hou van geld. Dank u, dank u. Het is ook lekker veel geld zelfs. Even kijken, hoe kom ik hier dan naar boven? Ja, maar dat ik hier naartoe moet. Hup. Ja, ik klim hier wel gewoon verder, denk ik. Ik denk dat ik, als ik hier schuin naar boven ga, dat dat wel moet lukken. Kijk. Nee, dus ja, dat is wel even voor de huidige spelers van Assassin's Creed misschien wel even wennen. Dat je daadwerkelijk echt moet klimmen. Echt op zoek moet naar de beste weg naar boven. Voor mij zit het natuurlijk allemaal wat ik zeg. Ik heb deze game vroeger veel gespeeld. En ik baalde er wel van dat ze dat er eigenlijk uit hebben gehad. Want dat maakte de game toch wel wat uitdagender. Er zijn meer dingen waarvan ik baal dat ze ze uit Assassin's Creed games hebben gehaald. Zoals jullie weten, het hele stelt gedoe is met Odyssey en Origins en zo er allemaal uit te gaan. Dat is jammer. Het freerunnen is minder belangrijk. Het is nu echt een RPG. Vroeger was het gewoon geen RPG, was het gewoon een stealth game. Dus dat opzicht wel jammer dat ze dat eruit hebben gehaald. Waar ik dan wel weer blij mee ben, is dat ze een game als Mirage hebben uitgebracht. Die dan toch weer een beetje lijkt op de oude Assassin's Creed. Tot in zekere hoogte. En dat, ja, die game was wel echt goed. Hallo. What are you doing out here, Petruccio? You should be in bed. I want those feathers. What for? It's a secret. If I get them for you, will you go back inside? Yes, I promise. Brengt ons terug naar de eeuwenoude vraag. What's heavier? A kilogram of steel or a kilogram of feathers? Ik ben ondertussen zo'n goede klimmer. Ik hoef me nergens zorgen over te maken. Ja, dus voor de mensen die dus andere Assassin's Creed hebben gespeeld dan Assassin's Creed 2. Die weten misschien dat er collectibles in de game zitten. In de, bijvoorbeeld Assassin's Creed Brotherhood. Natuurlijk een onderdeel van de Ezio-trilogie, dus laten we het daar even bij houden. Bij alle Assassin's Creed, volgens mij ook bij Revelations, bij alle Assassin's Creed van de Ezio-trilogie. Heb je dus een side missie waarbij je veren moet zoeken in de stad. En dat komt eigenlijk voort vanuit dit, ja, de wens vanuit zijn broertje van, hey, ik wil graag veren verzamelen. En dan heeft Ezio zoiets van, prima, ik ga ook veren voor je verzamelen. Daar komt het eigenlijk vandaan. Dus dat zijn die kleine dingetjes in de game waarvan je zoiets hebt van, oh ja, leuk dat het erin zit. En dan snap je misschien ook bij sommige dingen waarom ze gebeuren. Nou zeg ik, de Ezio-trilogie zat gewoon goed in elkaar. Here, as promised. Grazie, brother. You still haven't told me why you want these. I will. In time. Zo, dat zijn drie sidequests. Laten we gelijk doorgaan met de volgende. We zitten er lekker in. We gaan lekker snel. Ezio, come in, son. I need these packages delivered to associates of mine in the city. I also need you to retrieve a message for me from a pigeon coop not too far from here. Va bene. I'll get it done. Come back here when you're finished. There are some things we need to discuss. And please, my son, stay out of trouble. Prima. Dat moeten we kunnen doen. Tenminste, als alles een beetje mee zit, dan moeten we dat kunnen doen.
Ja, dus inderdaad, hier heb je verder quest. Zo. Ook de pigeon coops is iets op deze, in deze game volgens mij, waarmee je assassins... Moet ik het wel goed zeggen, want volgens mij is dat of dat is deze game, of dat is Brotherhood, waarbij je je assassins kan aansturen met de pigeon coop. Zo. You Giovanni's kid? No, idiota. He just happens to look exactly like the man. Give it here. Don't worry, boy. We're not contagious. At least I'm not. Ha! Want zij heeft de SOA. Want zij is een Cortezen. Grappig. Ja. Gewoon de hele sfeer van de game. Ik blijf er verbaasd over. En ik val een beetje in herhaling en dat snap ik ook wel. Maar ja, ik vind dat niet vaak genoeg gezegd kan worden voor een game die al 14 jaar oud is. Volgens mij komt het in 2010. Leuk feitje over Assassin's Creed. Oké, prima. Even wachten voor deze guys op elkaar te nemen. Zo. Die ging zal dat. Nee, over een game die 14 jaar oud is. Dat die kwaliteit van deze game nog steeds zo goed is. En... Oké, prima. Hoppa. Moet je naar boven klimmen, denk ik? Ja. Het kan alleen wel om een remaster gebruiken. En ik denk dat die daar uiteindelijk van Ubisoft ook wel aan zit te kopen, laat het eerlijk zijn. Hier, over hier. Want als er een game is die ze zou moeten remasteren, is het niet 3. Maar het is 2. I have a delivery from Giovanni Alatore? Yes. Were you followed? No. Why would I be followed? Give me the baggage. Tell your father that they're moving tonight. He should as well. Who's moving? What's going on here? Wait, come back! Explain yourself! Oké. Oh, lol. Moet ik hier ook naar boven klimmen? Denk het wel. Zo. En hier is een pigeon coop. De duiventil. Zo. Volgens mij is dat alles wat we moesten doen. Top. En nou staat er naar huis, want ik verwacht eigenlijk dat we nog iets van informatie gaan krijgen. Just contain money, bla bla bla. Woep. Nee, ja, het brings me back, boys. It brings me back. Oh ja, iets anders wat ik nog wilde vertellen. Een leuk beetje voor de mensen die dat niet weten. Iedereen die kent, die een beetje games, die kent misschien Uplay. Of Ubisoft Connect, hoe dat nu mag heten. De online service van Ubisoft. Waarmee je je games zeg maar kan opslaan. Bijna elke game developer heeft het tegenwoordig zo'n handje. EA bijvoorbeeld ook. Vader? Federico? Holy shit. Serezio! Thank God! What happened? Where is everyone? They took your father and brother to the Palazzo della Signoria. To prison. And my mother? My sister? Ezio. Claudia. Are you all right? Yes, but mother... She's in shock. They... When she resisted... It's not safe here. Is there some place you can take them? Yes, yes! To my sisters! Good, do that. In the meantime, I'll go see my father. Be careful, Messer Ezio. The guards were looking for you as well. Okay. Reach Giovanni's cell at the top of Palazzo della Signoria and find out why he's been imprisoned. Okay, prima. Don't look good.
Don't look good at all. En laten we kijken of... kunnen uitvinden wat hier aan de gang is. Intussen, ik weet het wel, maar... Voor de mensen die deze game nog nooit hebben gespeeld of gezien, hou ik het geheim. Nee, wat ik wil zeggen is, zeg maar, de online dienst van Ubisoft, waarop jij je games kan spelen, slash opslaan. Een soort van je digitale library voor Ubisoft games. Was de eerste game die daarop gezet was, of gezet kon worden, was Assassin's Creed 2. Ja, dat is iets wat niet iedereen weet. Maar bij deze. Hoe klim ik nog verder naar boven? Nee, ze moeten mij vooral even niet zien, dan kan ik naar boven klimmen. Kijk, daar moet ik zijn. Ja, dus dat is wel een leuk feitje. Voor de mensen die dat soort dingen ook net zo interessant vinden als ik. Oh, oepsie. Oep. Dus ja, Assassin's Creed 2 was eigenlijk een soort van de launch game voor Uplay. Wat grappig is. En sindsdien is die server natuurlijk verder uitgebreid. Als jij een game, een Ubisoft game, via Steam downloadt, dan kom je ook automatisch in de Ubisoft launcher. Dat snap ik dus niet. Ik heb zoiets van, ja, dus, waarschijnlijk hebben ze is die link, zeg maar, niet, ja, tenminste, ze zullen die link waarschijnlijk wel kunnen loskoppelen, alleen, waarom zou je dat doen voor games die al super oud zijn, maar, ik vind het altijd zo vreemd, zeg maar, ik heb het ook bijvoorbeeld met 2K, met EA, op een gegeven moment heb je 1000 van die launchers op je computer staan, en dan heb je zoiets van, ja, weet je, nu heb ik er wel lekker veel. Vader, what's happened? Took a bit of a beating, but I'm alright. What of your mother and sister? Safe now. Aneta took them. Yes. Wait. You knew this would happen? Not the way it did, and not this soon. Doesn't matter now. What do you mean? Explain. There's no time. Listen closely. Return to the house. In my office is a hidden door. Use your talent to find it. Beyond lies a chest. Take everything you find inside. Much of it may seem strange to you, but all of it is important. Do you understand? Yes. Good. Among the contents is a letter, and with it some documents. I need you to take these documents to Mr. Roberto. He was with me in the office this morning. The Gonfaloniere, I remember. Now please, tell me what's happening. Are the pazzi behind this? There was a note for you at the pigeon. It said, go, Ezio. Go now. Okay. Ik wilde eigenlijk de sync point wel even meenemen. Nu zo hier naar beneden springen. Lijkt me niet zo heel leuk. Ik wil eigenlijk wel gewoon even die sync point pakken, dus dat ga ik ook gewoon doen. Zoveel woord, zeg maar, naar beneden springen hier. Ja, klopt. Er zitten altijd in de eerdere games eagles. Volgens mij trouwens nu nog steeds eagles op de sync points. En op de zijkant van de plekken waar je naar beneden kan springen om in een hooibaal te landen, zitten altijd duiven. Dus mocht je in Assassin's Creed ooit een keer geen idee hebben waar de fuck je vanaf moet springen. Het zijn altijd wit gemarkeerde plekken, zoals je ziet hier ook. Met daarop vogels. Zodat je weet, oké, hier kan ik naar beneden springen en dan spring ik in een hooibal. Het zijn de kleine dingen die je moet weten. Wee. Hop. En zo gaat deze game best wel stiekem best wel hard. De tutorial aan het begin is ook best wel chill, want het is gewoon redelijk rustig inkomen. Leren hoe de game werkt. En dan in één keer is zo van, hey, je familie wordt ontvoerd. Tenminste ontvoerd, gevangen genomen. Dus zeg maar, ja, er zit best wel wat, hoe zeg je dat? Het gaat in één keer wel heel hard. Wat niet erg is, want ik hou ervan om wel gelijk in de actie te springen. En ook belangrijk, deze game is redelijk kort. En jullie weten hoe ik denk over korte games met kwaliteit. Ik heb liever een korte game met kwaliteit dan een lange game met veel inhoud. Hoef niet per se los van elkaar te staan, maar dat is meestal wel mijn ervaring. Volgende aflevering gaan wij denk ik,
hier naar binnen en dan de kist looten waar we het over hadden net met onze pa. Mensen, bedankt voor het kijken. Like, abonneer, reageer en deel je vinden. En ook de volgende keer weer te zien bij de aflevering van Assassin's Creed 2. See ya!